Nou ja, dat is duidelijk, jongens. Maar er zijn genoeg gaten om een hoger beroep te gaan. Dat heb ik al lang begrepen. Want we hebben het over de sidecast, we hebben het over emotie en gevoel. Dus ik denk dat ik het eventjes met mijn advocaat nog eens eventjes heel goed moet overleggen. En dan gaan we heel snel in hoger beroep. Dus de drie feiten waarop ik dus dit verzoek gevraagd heb. Wijzen zij dus af waarom het dat niet kan. Waarom het niet vergeleken kan worden met een transgender. Waarom het niet vergeleken kan worden met leeftijd, met naamswijzigingen. Dus dat er andere beroepen zijn. Andere beroepen zijn. Maar ik zie gelijk al gaten. Ze hebben het nu veel meer over de maatschappelijke gevolgen, de consequenties, wat er allemaal gaat gebeuren als dit werkelijk ingevoerd zou worden. Maar daar hebben we geen rechtbank voor. Die rechtbank is ervoor om juridisch te toetsen, kan dit wel of kan dit niet. Dus eigenlijk gewoon fantastische jurisprudentie om je tegenaan te gaan.